Waar ik juist ga over hebben is over wat eigenlijk belangrijk is, gezond eten. Hoe ik bezig ben om gezond te... Super tof dat je kijkt naar een gloedje vlog. Mijn naam is Sam Bos, zoals iedereen weet. Elke keer vergeet ik gewoon mijn haren te kammen. Dan denk ik van, oh ja, wacht. Even camera pakken, even vloggen. Maar dan denk ik, oh ja, wacht. Ik zie dat mijn haar niet gedaan is. Oh, maar ja, het kan gebeuren. Even haren kammen in ieder geval. Wat ik ook ga doen is even een heerlijke bakje koffie drinken. Want het is ook even lekker. Om lekker wakker te worden met een bakje koffie. Wat ik elke dag doe natuurlijk. Maar ja. En dan gaan we ook gelijk kijken hoe het buiten is. En al een hele week is het al bagger weer. En dat is een beetje vervelend namelijk. Gelukkig heb ik een klein beetje door de regen gelopen deze week. Doordat ik naar werk moest. Maar ik heb echt de rest van de dagen niet echt veel last van gehad. Gelukkig. Maar dan gaan we even de gordijn open doen. Kijken hoe het weer buiten is. En dan gaan we lekker een bakje koffie drinken. En lekker wakker worden. Ik schrik bij rot. Is er een speel naast me? Goedemorgen, Til. Hoe is het verder? Mooi. Nou, ik ga in ieder geval richting werk. Gisteren had ik vergeten om de camera mee te nemen. Ik heb een paar keer net trouwens in mijn kleed laten liggen. Dus ik weet elke keer mijn camera even bij mijn werk. Dus ik hoop dat deze keer niet gaat gebeuren. Echt typisch mij ook, hè. Ik schrok me letterlijk trouwens net echt geschrokken. Maar dat is ook wel logisch. Nee hoor, topje. Maar ik ga nu lekker richting werk. Ik ga ook lekker werken. En ik hoop dat de camera niet gaat vergeten. Dus we gaan het even zien of ik vergeet het niet. Klaar met werken en dan schijnt heerlijk de zon en dan is het licht. Heel raar om eigenlijk de hele tijd mee te maken tot ineens licht is. Wauw. Echt. Je moet altijd wel nog steeds aan wennen. Want meestal is het gelijk als ik wakker word en als ik begin te werken, is het gelijk wel licht. En nu moet ik helemaal wennen omdat ik nog het licht zie terwijl ik donker meer zie, om zo te zeggen. Maar ja, ik ga nu lekker richting huis. Ga ik lekker broodje eten. Wat ik ga eten weet ik nog niet. Ga ik even kijken. En dan ga ik even dingen achter de computer doen wat er moet gebeuren. Boodschappen doen voor de bovengroep. Dan zie ik voor de rest wel. Ik heb snel mogelijk even net met de groep eten gehaald. En ik heb een paar dingen tegen jullie te vertellen. Dat is nu vandaag, letterlijk vandaag. Ga ik even uitgebreid over wat vertellen. Wat best wel belangrijk over onze gezondheid natuurlijk. En, maar dat ga ik zo meteen doen. Dan ga je, dus blijf in ieder geval even deze vlog kijken. Het is ongelooflijk wel belangrijk. En vooral op dit moment is het ook wel belangrijk om dat nu dit aan te houden. Maar wat denk je, Sander, waar heb je het dan over? Ja, daar komt ik er nog op terug. Ik ga nu eens even klaarmaken om eerst even met een groep mee te eten. En dan ga ik naar de groep, ga ik even dingen met jullie bespreken. Dus blijf in ieder geval kijken deze vlog, zou het super tof zijn. En ja, dan ga ik wat dingen vertellen. Ga ik lekker even ergens op rustig gemak ga ik voor zitten. En dan ga ik je wat verhaal vertellen, wat ik ga vertellen. Maar ja, tussen die tijd ga ik even dingen lekker even heel even lekker bijkomen. Klaarmaken om lekker met een groep mee te eten. Wat ik standaard sowieso wat ik doe is dat maandag en woensdag. Normaal is donderdag ook een bovengroep. Maar dan denk ik op een moment, weet je, ik ga op mezelf een keer koken. Want ik kan wel een tijd bij met de begeleiders mee eten. Maar ik vind, je moet ook zelfstandig op helemaal leren koken. Probeer het eens een keer gewoon. En dan kan ik je advies geven. Dan ga ik je allemaal zo letterlijk allemaal uitleggen hoe dat allemaal wat ik ga vertellen. Maar in ieder geval nu even klaarmaken. Naar de groep toe. Waar ik juist ga over hebben is over wat eigenlijk belangrijk is. Gezond eten. Hoe ik bezig ben om gezond en te bewegen is omdat hoe ik het doe is ik loop sowieso al naar mijn werk. Als ik fiets nodig heb,
ik probeer het meest mogelijk te bewegen, om zo te zeggen. En gezond te eten. En voor mensen die weten, ik werk zelf in de supermarkt. En dan is het moeilijk om eigenlijk de scheiding op te houden. Ik denk dat met mensen met lichaamsbeperking, als ik goed heb of fout heb, laat even weten in de reactie. Maar mijn punt is, als ik in de supermarkt loop, ik ben al winkelen bijvoorbeeld, dan ga ik eigenlijk meestal naar ongezond. En dat is eigenlijk niet goed. Maar, en dan sla ik eigenlijk vrij over. Maar eigenlijk is het, eigenlijk weet ik van mezelf, is echt enorm belangrijk om fruit te eten, om gezond te eten. Dat wil ik even meegeven. En ik eet eigenlijk in principe, zeg ik gewoon letterlijk eerlijk tegen jullie, niet genoeg fruit. Of gezond wel in ieder geval. Ik beweeg veel, want ik ga vakken vullen. Nou, dan loop ik al veel. Ik loop naar mijn werk, loop ik ook al veel. Wat vind ik het lekkerste om gezond te eten? Ik vind spinazie lekker. Dus super gezond. Boontjes, bruine, ik lust eigenlijk bijna alles, letterlijk alles. Alleen wat ik niet echt lekker vind is, hoe noem je die ook weer? Ik kan alleen even niet op de naam. En wat ik eigenlijk van lekker van ongezond is sowieso borrelnootjes, chips. En tuurlijk, dat mag af en toe eens. En dat is helemaal niet slecht. En het is denk ik wel moeilijk om de scheiding om te houden, denk ik. Lijkt mij in ieder geval. Want mij gezond willen eten of zo willen proberen, eigenlijk letterlijk alles. Want ik ben een type. Ik probeer alles uit te proberen. En dat is altijd goed. Dingen uitproberen ben ik sowieso van. Maakt niet uit wat het is. Want ik vind, en heb ik uit ervaring geleerd, als je nooit iets probeert, kan ik aan jullie meegeven, als jij iets nooit geprobeerd hebt om te eten, dan kan je niet zeggen van ik vind het lekker of wel lekker. Dus altijd het belangrijkste is, probeer altijd iets te eten wat je niet lekker vindt. Wat ik nog nooit gegeten heb, en wat ik nog nooit gegeten heb daarvan, dat is... Ik heb bijna alles gegeten wat eigenlijk kan verzinnen. Ik zou niet in me opkomen van ja, dat zou ik proberen of dat zou ik proberen. Nee, ik ben ook altijd, heb ik een boek gekregen, voor mensen die het weten natuurlijk, heb ik een boek gekregen van een klant met groenten. Want ik doe qua beweging zoveel mogelijk in mijn werk, naar mijn werk lopen of veel... Eigenlijk te lopen. Eigenlijk is sporten belangrijk, maar ik ben zelf geen sportliefhebber. Als het niet nodig is om een trein te pakken, dan pak ik geen trein, maar dan pak ik gewoon een fiets. Maar het meeste ben ik aan het lopen. Bijna elke dag, heel veel mensen weten het, ik loop elke dag. Ik loop meestal alleen trouwens, als ik aan het lopen ben, maar af en toe, af en toe loop ik wel eens met Rick. Of ik probeer als een fiets pakken, maar momenteel is mijn fiets niet echt heel, om zo te zeggen. Ik heb een lekker band namelijk. Of ik ga eigenlijk nooit naar sportschool, maar ik zit wel over na zitten denken om naar sportschool te gaan. En ik kan je vertellen, er komt wel iets leuks aan over. Want daar ga ik het binnenkort over hebben. En ik heb zelf op voetbal gezeten. Waarom ik daar nou van af, en ik ben daar nu vanaf, en waarom ben ik daar van af? Omdat ik met mijn school toen zat, dat een beetje de druk van me werd. Want mensen met een beperking kan niet snel, sommige mensen kunnen tegen druk, maar sommige ook weer niet. En dat was voor mij, sporten was voor mij te veel druk. En ik ben niet van training, ik ben zelf gewoon van voetballen een tijdje zelf. En dat vind ik veel leuker en... Ja, dan beweeg ik wel. Als een keer leuk is om een keer potje voetballen, vind ik altijd leuk. Een belangrijke tip om gezond te eten, doe afwisselend. Gezond of ongezond, maar... Want dat is het allerbelangrijkste en ik gooi je vast een link hier beneden in beschrijving. Beschrijving van voedselcentrum. Kun je dat allemaal volgen, staat hier beneden in beschrijving. Kun je er meer over weten. Ik ben benieuwd wat jullie hiervan vinden in ieder geval. Laat me weten wat jullie hiervan vinden. Het is het allerbelangrijkste. Eet gezond. Dit wil ik jullie meedelen.
dit wou ik over hebben. En dat is wel wat ik wil vertellen. Ik hoop dat jullie in ieder geval hier iets aan hebben. De allerbelangrijkste natuurlijk, eet gezond. Want vooral dit tijd is het heel erg belangrijk om gezond te eten. Zo, laten we klaarmaken om te slapen. Ik hoop dat jullie hier iets aan hebben trouwens, wat ik heb verteld. Want het is zo heel erg belangrijk. En misschien dat ik dan binnenkort meer kan over vertellen. Of dat jullie dat leuk vinden. Dat ik meer laat zien dat groente echt ongelooflijk belangrijk is. Ik weet, misschien een hele foute voorbeeld. Maar ik wil wel een voorbeeld vinden, zoals zij. Om te laten zien dat eigenlijk gezond eten echt ongelooflijk belangrijk is. Maar ja. Dus ik ga nu lekker mijn bedje duiken. Ik hoop dat jullie iets aan hebben en een leuke vlog vonden. En vonden jullie deze vlog leuk, doe sowieso even blij duimpje omhoog. Ben je trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal, zou tof zijn als je me niet abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers in gewoon heel vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. En ik ben eigenlijk dingen vergeten om iets te doen om eigenlijk geld te halen voor de bovengroep. Want elke week hou ik wel weten van de bovengroep en ga ik morgen doen. Maar het komt wel goed. Ik ga vast lekker gordijnen dicht doen. Maar ik moet morgen vroeg op en ik ben net tijd blijven.